Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een fraai lenteplaatje vandaag, na wat buien in de ochtend, vooral in het noorden. Een tijd lang de zon. Maar dat blijft niet zo. Want als we naar de satellietfoto kijken, dan moeten we ons vooral richten op het gebied wat boven Noord-Frankrijk en België ligt. Dat koerst namelijk in noordelijke richting. En dat zal ons land gaan aandoen en dat betekent dat langzaam maar zeker de buienactiviteit gaat toenemen. Vooral in het zuidoosten van het land. Daar treffen we vanavond een enkele regen- of onweersbui aan. Ook in de rest van het zuiden kans op wat neerslag. In het noorden en oosten blijft het waarschijnlijk nog wel droog. Maar in de nacht breiden de buien zich dan ook over de rest van het land uit. Buig weerbeeld vannacht met temperaturen van een graad of 7. Er staat amper wind. Dan morgen richten de buien zich geleidelijk aan vooral op het noordoosten van het land. Daar heeft de zon het moeilijk, valt het met de temperatuur wat tegen en is het duidelijk het natst. Maar van het zuidwesten uit wordt het geleidelijk aan meest droog. En dan gaat de zon ook meer ruimte winnen en lopen de temperaturen nog op naar een graad of 16. Die temperatuur van 14 tot 16 graden hebben we ook op donderdag. Op veel plaatsen droog weer. Lang ook in het zuiden, later op de dag wel kans op wat neerslag in de vorm van een enkele bui. Nog altijd niet veel wind. Vrijdag iets meer wind. Duidelijk ook veel meer buien en minder ruimte voor de zon. Temperaturen vrijdag van 13 of 14 graden. En zaterdag doen we er op sommige plaatsen nog een graadje af. Ook dan is het aan de wisselvallige kant. Met een paar buien, maar ook ruimte voor wat zonneschijn. Nou, dan is de grote vraag wat de temperatuur daarna gaat doen. Het lijkt erop dat zondag er een dip plaatsvindt in de temperatuur. Die komt dan maar net boven de 10 graden uit. De dagen daarna lijkt de temperatuur weer een wat stijgende lijn te gaan vertonen. Maar het is wel wat golvend, want er zit ook later volgende week in de temperatuur in elk geval wel weer een dipje. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl